Hoe belangrijk is een spiegel voor je? Ja, ik kijk er nog wel eens in, hoor, maar niet al te vaak, eerlijk gezegd. Nee, serieus. En je haar dan? Want mijn haar is heel belangrijk, want af en toe steekt er zo'n pluk uit. En dat vind ik ontzettend verschrikkelijk. Dus dat moet bij die vlecht in. En dan is het wel goed. En voor de rest is mijn haar heel niet belangrijk, want ik ben in staat om zo een paar weken geen moer aan te doen. Alleen 's morgens even tjoetoe, klaar, huppataar. Ben je ijdel? Ja, een beetje wel. Denk ik. Mijn kleren moeten altijd perfect wezen. Ja, dat klinkt eruit. Dat bloesje dat is 40 jaar oud. Het is van mijn schoonvader geweest. Ik heb hem net weer ontdekt, maar dat vind ik niet aan. Dat vind ik een mooi bloesje. De jonge Gert. Wat was je voor een kind? Ondeugend, zei mijn moeder. Maar dat geloof ik zelf niet. Eigenzinnig? Weet ik eigenlijk niet. Geloof ik niet echt dat ik zo heel erg eigenzinnig was. Ik denk dat ik ook in het begin wel volgzaam was. Een beetje bang voor de schoolmeester en voor de dominee. Als je het niet goed geleerd had of zoiets. Ik kreeg over je sodomie te dringen, dat was nooit zo leuk. Ik was als kind ziekelijk, ik had astma en dus met het vechten dan liet ik meteen al, klopte meteen al aan. Dan denk ik, oh, als mijn arm om mijn nek invulde, dan had ik al een aanval, ik niet uitkeek. Totdat ik een keer dacht van, hey, dan moet je me een keer laten winnen. En er was er eentje zo stom die dat deed en toen waren de grenzen weg. Toen won ik, toen kon ik het. Uit wat voor soort gezin kom je? Ja, heel behoudend denk ik. Arbeidersgezin. Ja, gewoon heel doorsnee arbeidersgezin. Gereformeerd, synodaal. Dat kwam later, is me later duidelijk geworden. Bij een sollicitatie moest iemand weten wat voor soort gereformeerd het was. Dat schijnt belangrijk te wezen in Nijkerk. Had je een goede band met je ouders? Hele goede band. Ja, absoluut. En zeker met mijn vader. Want? Ja, die klikte gewoon heel goed. Terwijl hij heel stil was, we praten weinig, maar we vulden elkaar goed aan in feite. Ik mocht graag eens naar buiten. Hij had een tuin als hobby. En ik hoefde er niks in te doen, als ik er maar bij was. Dat vond hij al fijn. Dus ik liep altijd wel een beetje achter de mannen om me heen. En ik mocht mijn eigen dingetjes doen. En wat mijn wensen ook waren, want ik was gek van beesten, dat regelde niet dan. Als ik muizen wil hebben, dan kreeg ik muizen. En als ik marmot wil hebben, dan kreeg ik marmot. En dan een schildpad. Of... Ja, ik had meer band met mijn vader dan mijn moeder eigenlijk wel, ja. Mijn moeder was natuurlijk iets meer de opvoedende kant. En mijn vader was, ja, de knusse kant. Als hij thuis kwam uit zijn werk, was hij doodmoe. Dat kon je wel zien in feite, want hij had heel zwaar werk. Je zag er altijd helemaal onder het meel, de dikke wenkbrauwen van het meel. En dan kroop het al lekker tegen mijn vader aan. Dat kan ik me wel herinneren. Wanneer heb jij voor het laatst nieuwe kleren gekocht? Ik koop nooit geen nieuwe kleren. Want? Ja, Irene die maakt die broek voor me. En die blouse die heb ik gezegd, die is van 40 jaar oud. Die komt ergens uit een volle zak. En ik vond dat die me goed stond. Die schoenen die heb ik van de dump, €5. Hartstikke mooi.
Ja, sinds ik een paard heb, want vroeger liep ik altijd blote voeten, maar sinds ik dat paard heb, ben ik toch schoenen weer aan het draaien. Ik ben een paar keer op mijn tenen gestaan en dan denk jij, schoenen is net iets handiger. Is dit jouw plek, Gert, de natuur? Ja, ik voel me eigenlijk hier wel in mijn element. Ik vind het heel mooi. Ik hou van de natuur. Deel van mijn leven. Ja, ervaar een soort rust. Toch wel. Een vrijheid. Geen muren, geen hekken. En, ja, ruimte. Schoonheid. Hoe moet de natuur volgens jou zijn? Ruig en ongerept. Dat vind je heel weinig. Dat vind ik wel heel jammer. Dus de natuur moet je gewoon met rust laten. Moet je gewoon helemaal hekken eromheen en nooit meer aankomen. En veel wild erin gooien. Paarden, runderen, wiesentrosjes, preswalski-paarden, everzwijnen, edelherten, wolven, arenden. Wil je dat? Ik wil me wel onderscheiden van de rest, ja, dat wel. Waarom? Ja, ik weet het niet. Het geeft toch een identiteit aan een mens, onderscheid. Wat voor identiteit heb je dan? Ja, de levensgenieters een beetje, de vlierenfluiter. Ik weet niet of dat een identiteit is. Dat zullen veel mensen wel eraan geven, denk ik. Is dat bewust dat je haar zo hebt? Ja, dat is deels wel bewust. Het is wel zo gegroeid natuurlijk, maar het is, ik zou het er nu niet meer afhalen. Nu kennen ze me zo en ik wilde vroeger altijd heel lang haar hebben, mocht niet van thuis. Mijn vader was van, draaf dat lange haar, dat hippieachtige gedoe, dat hoort niet in ons dorp. Dus er was een hevig verzet tussen mij en mijn vader wel, een beste strijd. Er is menig woord over gevallen, terwijl ik mijn vader heel hoog achtte altijd wel. En hij mij ook wel heel erg mocht, dat wist ik ook wel. Die liefde was heel groot. Maar ja, er waren natuurlijk wel normen in een dorp. En mijn vader was heel slaafs in feite, in mijn ogen. Die deed alles wat een ander wilde. En daar kwam ik een beetje tegen in opstand in principe. Ik wou me vrij vechten een beetje. Zelfs van mijn vader. Ja, mijn vader was gewoon slaafs. Hij deed alles wat hem opgedragen werd. En dat doe jij niet? Nee, ik niet. Ik hoop dat ik dat ooit vol kan houden om dat niet te doen. Waar komt dat tegen draadse dan vandaan? Ja, misschien omdat ik dat van mijn vader zag dat hij dan zo meegaand was. Als ze bij ons zaterdagavond om 10 uur nog kwamen, dan brachten ze 4, 5 kippen. Van Herman, slacht die even. Weet je, mijn vader kon heel goed slachten, heel netjes, heel schoon. En dan had hij al een hele zware dag werk achter de rug. En dan ging hij nog even zijn pak uittrekken, ging hij zijn oude zootje aan en ging hij nog even een paar kippen slachten, weet je wel. Ja. Ja, mijn vader was wel een heel groot voorbeeld van me. Ik had mijn vader wel heel hoog. Ik denk wel eens dat ik mijn vader hoger had als iemand anders zijn eigen vader had. Dat idee kreeg ik ook heel vaak, want ik zat altijd op het schep om mijn vader dit, mijn vader dat. Want mijn vader heel gewoon was. Maar ik hoorde mezelf altijd over mijn vader. Dat viel me wel op ook. Ik denk, ja, kom ik weer met mijn vader aan. In welk opzicht is hij een voorbeeld voor jou? De rust die hij had en hij had werkelijk alles voor een ander over. Hij stond heel bekend als een zachtaardige, een ingetogen man wel. Hij zou niet naar de buitenwereld zo direct. Hij zou zich niet manifesteren, laat ik zo zeggen. Dus niet zoals dat. Hij viel niet op.
staat hier voor het graf van Willem. Wie is dat? Willem Betting, dat is een, ik kan wel zeggen een goede vriend van me, die sinds kort overleden is. Hij was dakloos en we trokken heel veel op met elkaar. Fietsen, veel fietsen vooral, de natuur in. Willem was iemand die me vertrouwde en hij vertrouwde niet veel mensen om me heen. Dat was me wel opgevallen. Ja, we waren aardig close met elkaar. We konden aardig. Ik begreep hem wel en hij begreep mij wel. En hij hield ook wel van de natuur en dat sprak me ook heel erg aan. En Willem was natuurlijk met alles gelukkig eigenlijk. Hè. Alle aandacht die hij aan Willem gaf, dat was hem goed. Als we gingen fietsen, ik ben een keer een dagje met hem naar de Noordzee gegaan. En dan zijn we s'nachts blijven slapen, gewoon in de duinen. Nou, Willem vertelde later tegen mijn vrouw dat eigenlijk zijn mooiste ervaring was die hij ooit had gehad. Nou, vind ik dat wel. Maar dan, Willem die had ook karakter, die hield wel van doorzetten en die kon goed afzien. En hij genoot er echt van, dat kon je goed zien. Willem had een tumor in zijn bovenkaak met uitzaaiingen. Het was maar voordat we erachter kwamen was het ook eigenlijk een kort ziekbed. Maat of 4-5. Hij maakte het voor mezelf draaglijk, heel raar. Want hij zei van, het is ongeneeslijk, maar het is niet erg. Hij was er heel makkelijk in. Hij was er zo makkelijk in. Ik moet nog zien of ik er ooit zo makkelijk in kan wezen. Vond je het confronterend om hem zo weg te zien? Ja, dat was heel confronterend. Want je zag hem echt afdaling tot aan een geraamte toe. Dat was echt het vel over been. Echt letterlijk hoor. Ik heb wel eens foto's gezien, maar nooit zo. Het was heel confronterend. Dat. Want je ziet echt de dood intreden. Zowat. Kijk, een aantal maanden zie je het achteruit gaan. En dan wuif je het het kan nog wel even duren. Maar de dag waarop hij zou sterven, dat was hem echt wel. Want ik zei nu, dit is de dag nu. Ja, terwijl hij het zelf nog niet eens echt door had gelopen. Die dag ervoor dan moest hij nog 6 flessen 7-up voor hem halen. Hij dacht dat hij nou even mee kon. Ben je bang voor de dood? In zekere zin natuurlijk. Het is een onzeker iets. Kijk, je kunt er heel mooi over doen. Maar mijn vader zei, er is nooit iemand teruggekomen. Dus wat er is, dat weten we niet. Het onbekende is altijd een beetje angstig natuurlijk. Je kan wel zeggen, ik kan me er heel makkelijk aan overgeven. Dan is er of er is niks, of er zijn hemelse paradijzen of 1000 paarden, eeuwige jachtvelden, noem maar op. Ieder zijn fantasie. Maar we weten het niet. Het is toch maar afwachten. En wat je hebt, dat weet je. En wat je krijgt, dat moet je maar afwachten. Zet ken ik vanuit de tijd dat ik verslaafd was aan drugs. Heroïne, cocaïne, blowen, methadon. Ik heb in principe alles gebruikt wat je kon gebruiken. En uit die tijd ken ik Gert. En wat deed je dan met Gert? We gingen vaak fietsen, wandelen. Nou, hele diepe gesprekken ook. Filosoferen over van alles. Maar ja, dat won Gert altijd. In die tijd heb ik heel veel steun aan Gert gehad. Ja. Ik heb ook op straat geleefd en dan was hij er altijd om met een bemoedigend woord en altijd weer even opbeuren en even er doorheen slepen. Ja. Wat doet hij dat dan? Ik weet het, door zijn positieve uitstraling. Gert heeft gewoon een soort aura om zich heen en hij weet je altijd wel weer iets positiefs in te praten, ook al ben je zo negatief. Hij weet altijd weer de gevoeligste na te raken om weer erop te beuren, ja. Nou, en ik heb heel veel momenten gehad dat ik best wel heel diep zat qua emoties en gevoelens. Tenminste, als die er dan al waren. Want door drugs, dat vernietigt al je emoties en gevoelens. Maar als het er was, dan wist hij het wel te raken, ja. Hoe lang ben je verslaafd geweest? Ik was 12 jaar, toen begon ik met blowen, aan de softdrugs. En rond mijn 15e begon ik met heroïne. En ik ben tot mijn 28e verslaafd geweest. Dus 13 jaar. Heeft Gert wel eens geprobeerd je ervan af te brengen, van de drugs? Zo vaak. Ja? Zo vaak, ja.
Niet dat hij me zo opgesloten heeft of zo, van nu ga je nok in en nu ga je afkicken, dat niet. Maar wel altijd van dat het gewoon goed is om er vanaf te gaan en dat je, ja, dat het gewoon heel belangrijk is om een normaal leven te krijgen. Ja, absoluut. Ja, jij was wel degene aan wie ik altijd leunde. Als het even slecht was, of thuis of zo, of ik had even ruzie thuis, of ik had weer ruzie met een instantie, of ruzie met een kameraad of zo. En was Gert altijd waar ik er even naartoe ga. Maar je had geen geheimen voor me, nee, zo zeggen. Nee. Nee. Ik gooi alles eruit. Er zijn mensen in Nijkerk die beweren dat Gert nog steeds aan de drugs zit. Of aan drugs. Eén grote leugen. Dat is één grote leugen. Ja. Die mensen moeten maar eens gewoon persoonlijk met Gert gaan praten. En ervaren wat voor positieve uitstraling Gert heeft. En wat hij teweeg brengt bij jongeren ook. Want Gert heeft gewoon ontzettend veel voor de Nijkerkse jeugd gedaan. En als we het over lintje krijgen hebben van de koningin, nou, dan is hij er een van. Die moet op het gemeentehuis komen. En hij hoort een oranje lintje te krijgen. Want hij heeft zoveel voor de mensen hier in Nijkerk gedaan. Maar ja, het is normaal, mensen praten altijd negatief. Negatief is makkelijk om te praten en roddelen. En als ze dan iets positiefs van iemand zien, dan willen ze dat niet zo graag noemen. Waar is vandaag Broccoli? Even kijken. Op een gegeven moment was ik zo diep gezonken dat ik dacht van, nou, ik sliep op straat en ik van, ik moet nou gaan afkicken. Als ik zou doorgaan, ben ik binnen een paar jaar dood. En toen ben ik gaan afkicken en ik heb nou in principe mijn hele leven op orde. Na 6 jaar. Keihard knokken geweest. Maar ik heb het nou allemaal weer goed voor elkaar. Wat jij genoemd in je eigen dorp? Jezus, word ik genoemd in mijn eigen dorp? Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik wel een erenaam. In welk opzicht is hij een voorbeeld voor je? Hij was verdraagzaam, liefdevol, respect voor een hoop dingen. En ja, hij voelde zich één. Met een verbonden met het al in feite, met zijn vader, met zijn schepping, met de schepping. Ja, daar voel ik me heel erg mee verbonden in feite. Het één met de natuur, het één met het heelal, het grote, het alles. Emotioneel mens? Ja, behoorlijk. Ja. Ja. Als een ander huilt, dan als ik iemand zie huilen, dan huil ik meteen mee. Ik hoef niet over te praten, mijn stem breekt al. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Dat zit heel diep van binnen. Dat is, ik lijd met iemand die lijdt. Terwijl ik ook het liefste vrolijk ben. En, dat is het. Ja, dat is eigenlijk misschien, ja, liefde is een groot woord, maar medelijden is een vorm van liefde natuurlijk. Je lijdt met een ander mee.